Samen met Brigitta ben ik kwartiermaker van Sociaal Team Sliedrecht. En daarin maak ik me vooral hard voor de jeugd van Sliedrecht en Brigitta voor de volwassenen. Met betrekking tot de sociale visie hebben we een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de informatieavond die de gemeente Sliedrecht voor haar burgers daarvoor heeft geïnformeerd. En daarnaast hebben Margret en ik samen met de ambtenaar die daar verantwoordelijk voor was om de tafel gezeten om te komen tot dit eindresultaat. Het sociaal beleid van de gemeente Sliedrecht raakt in de loop der tijd iedereen in Sliedrecht. Dat was ook de reden waarom we dachten, we moeten hier geen nota schrijven achter de bureaus, maar heel veel gaan praten met alle mensen die het aangaat. En dan ben je natuurlijk super blij dat de professionals daar zo positief op gereageerd hebben, want zij zijn degene die het iedere dag voor ons doen. Ik maak me hard om er één toegang voor te maken dat ouders en kinderen weten waar ze terecht kunnen. En dat met wat voor vragen ze ook komen, ze goed geholpen worden. De gemeente Sliedrecht is wat mij betreft heel erg laagdrempelig en benaderbaar. Waar het vooral gaat om dat wat ten goede komt aan de burgers van Sliedrecht. Dus niet te hoogdravend, maar gewoon wat is hier nu nodig. En als je daarmee in gesprek gaat, volgens mij kom je altijd een heel eind. Breng het aan, breng het in. En dan ben ik ervan overtuigd dat de gemeente Sliedrecht daarnaar luistert. En zal kijken wat binnen de mogelijkheden past om het uit te voeren.